26 afgestudeerden van 7 verschillende studierichtingen hebben hun diploma ontvangen van het lerarenopleiding beroepsonderwijs LOBO. Afgestudeerden van het LOBO zijn volledig bevoegd les te geven op de LBO-scholen. Ashoka Gambali, onderdirecteur van de opleiding, gaf aan dat het afstuderen het begin is van de carrière van de geslaagden. Volgens hem zijn er al 8 projecten uitgevoerd om het niveau van LOBO omhoog te brengen. U gaat vandaag uw diploma ontvangen, maar dit is het begin. Dit is het begin binnen uw carrière van het beroepsonderwijs. U moet niet ervan uitgaan dat u er al bent. Nu pas gaat het werk beginnen. Nu pas gaat uw competenties wat u heeft opgedaan op LOBO, door onderwezen door de docenten, gaat u nu in de praktijk moeten zetten. Op LOBO hebben wij, ik schrok er zelf van, want je staat er niet bij stil hoeveel projecten je uitvoert, hebben we ongeveer 8 projecten al uitgevoerd voor het personeel. Een aantal zijn nog ongoing, een paar zijn nog ongoing, alleen maar om het niveau van LOBO omhoog te brengen. Omhoog te brengen dat u goed ondersteund door de theorie en praktijk die daar onderwezen wordt, een goede job kunt doen op de LBO-scholen. Gambali zei verder dat er voor de studierichtingen bouwkunde, horeca en ICT pilotprojecten uitgevoerd zullen worden die de opleiding naar een hoger niveau moeten tillen. Mensen, er is veel werk. U bent opgeleid om te ondersteunen bij het beroepsonderwijs. Het beroepsonderwijs maakt een mindshift mee. Een mindshift omdat beroepsonderwijs niet meer nagekeken moet worden als een stiefkind, zoals het al die jaren gedaan is. Het moet een bewuste keuze zijn dat u maakt voor het beroepsonderwijs. Beroepsonderwijs biedt u veel meer mogelijkheden meer en nu. U zult die flyers ook gezien hebben. U gaat nieuwe flyers krijgen op voor LBO. De leerlingen allemaal kunnen uitzoomen. U gaat daar belangrijke bijdrage helpen leveren. Volgens Rambali is beroepsonderwijs niet meer een dead end. Er zijn opties om verder te studeren om de hoogste graad te bereiken, en namelijk de masteropleiding. Onderdirecteur Ashok Rambali afgelopen vrijdag bij de diploma-uitreiking aan 26 afgestudeerden van het lerarenopleiding beroepsonderwijs LOBO.